Vandaag wil ik het hebben in de reeks visziekten met jullie over een bacteriële infectie. Een van de meest dodelijke dingen die we hebben binnen ons aquarium: heel veel vissen sterven naar aanleiding van een bacteriële infectie. Op zich dus een hele belangrijke video, maar een hele moeilijke video tegelijkertijd. Hallo, sunshine'ers, Welkom terug op het kanaal van Aquarium Suggest Valley. Mijn naam is Dominic Maas met mijn kanaal bedoeling om zoveel mogelijk gratis beheerde betrouwbaar, betrouwbare haptlaar- en to-the-point informatie te geven over het huiden van aquarium naar jullie toe. Vandaag wil ik het hebben in de reeks visziekten met jullie over een bacteriële infectie. Een van de meest dodelijke dingen die we hebben binnen ons aquarium heel veel vissen sterven naar aanleiding van een bacteriële infectie. Op zich dus een hele belangrijke video, maar een hele leuke video tegelijkertijd. Nu een bacteriële infectie. Hoe kan je die gaan herkennen? Hoe kan je die gaan behandelen? Hoe kan je die gaan voorkomen? Dat is de bedoeling van de video van vandaag in deze video reeks. Wil je vanaf het begin starten? En dat raad ik jou zeker aan, omdat ik jou bijvoorbeeld ook een video aanreik over hoe je een correcte, goede diagnose kan stellen dat jouw vissen ziek zijn en daaraan gekoppeld automatisch ook of jouw vissen een bepaalde ziekte hebben. Dat soort video's staat allemaal in de videoreeks en de link daarnaartoe kan je vinden hierboven in het linkje. En voor de mensen die via Facebook gekomen zijn naar deze video, je kan die ook gaan vinden in de beschrijving hieronder op YouTube. Als je dan toch in deze beschrijving zit, klik dan zeker alvast op abonneren, mocht dat nog niet het geval geweest zijn, of op dat duimpje omhoog wanneer je wel al geabonneerd zou zijn. Laat zeker en vast ook weten in de comments of jullie ooit al last hadden van een bacteriële infectie. Je gaat dat nu misschien nog niet weten, maar ongetwijfeld naar het eind toe zal je zelf wel al beseffen of je ooit al last hebt gehad van een bacteriële infectie. Een bacteriële infectie is iets wat onze vissen overkomt en waar we eigenlijk bijzonder weinig kunnen aan doen. Helaas, moesten we het kunnen voorkomen, dan zullen we dat zeker en vast gaan doen. Nu, bacteriën. Bacteriën zijn overal, zitten overal en kunnen we overal gaan terugvinden. De meest gevreesde, althans in mijn geval, bacteriële infectie is de kruisbesmetting. Nu, uitgerekend over die kruisbesmetting ga ik het nu niet hebben. Ik ga dat in een volledige aparte video gaan doen die normaal gezien volgende week woensdag verschijnt op dit kanaal. Ga dus zeker aan vast gaan kijken naar dat linkje die onderaan in de beschrijving staat. Als je daarop klikt, zou je automatisch naar een videolijst gaan. En die videolijst zal jou onder andere ook brengen naar video's die eventueel na deze video komen. Want natuurlijk op het ogenblik van het filmen van deze video is het zo dat nog niet alle video's daadwerkelijk online staan. Dus het kan zijn dat ze er inmiddels al bij staan als je deze video iets wat later bekijkt dan. 4 december 2018. Dus als het al een stuk na 4 december is, als het na 11 december 2018 is, dan kan je zeker en vast via dat linkje de video vinden over kruisbesmetting. Een bacteriële infectie kan je vooral gaan herkennen door witte en rode bloederige huidzweren, vlekken, geknepen vennen, troebele ogen, dat soort dingen meer. Uiteraard mogen we dan ook zeker en vast vinrot, staartrot en dat soort dingen niet gaan vergeten. Dus er vallen eigenlijk bijzonder veel bacteriële infecties onder deze video. Ik kan ze onmogelijk allemaal in detail gaan bespreken. Het is heel ruim, het is heel breed. Dus deze video zal vooral bedoeld zijn om het vrij, ja, oppervlakkig te gaan houden, zodanig dat je op zijn minst al herkent wanneer je eventueel een bacteriële infectie zou gaan hebben. Ik ga beginnen met de belangrijkste, maar straks ga ik er ook eentje aanhalen waarvan wij recent zijnde tijdens het opnemen van deze video, wordt dat gisteren. Tot de vaststelling gekomen zijn dat er een zoonose, een overdracht tussen een bacteriële infectie van vissen richting de mens. Een van de Patreons, Premium Aquarium Leden, is daarmee in contact gekomen en heeft dus een zoonose opgelopen. Ik ga geen namen noemen. De Patreons weten over wie ik het heb. We hebben zelfs al een aparte livestream daarover gehad. Patreons only. Dus jullie gaan die livestream niet terugvinden. Tenzij je Patreon Premium Aquarium Clubje lid bent, dat gaan we straks bespreken. We gaan beginnen met de Columnaris ziekte. Columnaris ziekte is een van de meest voorkomende bacteriële infecties, behalve dan de kruisensmetting. Columnaris kan je vooral gaan herkennen door witte. Vlekken, plekken op jouw vis die meestal, maar niet altijd, meestal starten aan de staart van jouw vis. Je zal gaan merken dat ze daar een witte vlek krijgen. Die witte vlek zal vrij snel gaan verder groeien als het ware. Het zal zijn alsof er vlees weggegeten wordt van jouw vis. Wanneer je dus een witte plek ziet op jouw vis, schiet niet onmiddellijk in paniek. Wanneer je echter ziet dat deze verleg zich gaat uitbreiden, dan kan één van de opties, zeker niet de enige, maar één van de opties, columnarische ziekte zijn. De bacterie zelf heten we de Flavobacterium columnaris. Om even het Latijnse woord in jullie richting te gaan gooien. Nu, wat kan je dus van symptomen gaan hebben? Witte bleke vlekken die als het ware heel snel gaan verspreiden over het ganse vissenlichaam. Daaraan gekoppeld gaat bijna altijd ook een bepaalde, ja, ik zal het even kieuwrot noemen wat niet 100% correct is, maar het komt er concreet op neer dat de kieuwen zo hard aangetast worden dat het kieuwweefsel weggevreten wordt door deze bacteriën. En nu wordt het even moeilijk. Backschimmel, bekrot. Back we hebben het er de vorige keer over gehad in de video over schimmels. Heel vaak, vooral bij guppies en bijna alle levendbarenden of eilevendbarenden, zal je gaan merken dat het ook kan beginnen rond de mond. Vaak wordt dan gedacht aan een schimmel, maar het kan evengoed columnaris zijn. Maar eveneens, in een vorige video hadden we het over de neonziekte en een valse neonziekte. Heel vaak zal columnaris gezien worden als neonziekte. Daarom ook noemen we het vaak ook wel de valse neonziekte. Witte vlekken, vooral op de rug, ongeveer ter hoogte van de rugven, zouden kunnen wijzen op columnaris, maar zouden ook kunnen wijzen op de echte neonziekte. Nu, hoe gaan we uiteindelijk de columnarisziekte gaan aanpakken? Heel belangrijk is te weten dat de columnarische ziekte vooral zal uitbreken in aquaria waar het onderhoud niet is zoals het zou horen te zijn. Daarom nog niet slecht, maar niet zoals het zou horen te zijn. Heel belangrijk is dus dat we eerst een hele grote waterwissel gaan doen. En eenmaal we die grote waterwissel gedaan hebben, gaan we echt wel zo snel mogelijk moeten gaan ingrijpen met een antibioticum. Veel mensen die mij al langer kennen, weten dat ik voorstander ben om geen medicijnen in een aquariumkastje te gaan houden, behalve een goed antibioticum. En dit is zeker bij columnaris een heel belangrijk feit. Nifurpirinol bijvoorbeeld is een van de methodes waarmee we kunnen columnaris gaan bestrijden. Nifurpirinol is de werkzame stof die zit in een product genaamd Serabactopur direct. Cerabactopuur direct is bijgevolg en dat ga je ook merken bij de rest van de bacteriële infecties Cerabactopuur direct is één van de medicijnen die ik aanraad om ten allen tijde in jouw aquariumkastje te hebben, ongeacht ga het gewoon elk jaar opnieuw Gaan weggooien en een nieuw product gaan kopen. Ja, ik weet dat die houdbaarheidsdatum ongeveer 4, 5 jaar kan zijn. Ja, dat weet ik. Desalniettemin ben ik van mening: ga het gewoon elk jaar opnieuw gaan doen, dan heb je vers spul. Het kost weinig in verhouding tot jouw vissen. Het is dus zeker en vast belangrijk dat we op dat ogenblik heel snel kunnen gaan ingrijpen, bijvoorbeeld bij columnaris. Syrobacter Pur Direct, Nifur Pirinol. Een product die voor de liefhebber minder gemakkelijk te krijgen is, is neomicine of neomycinesulfaat. Neomycine kan je zeker en vast via een dierenarts gaan krijgen, waar het minstens even effectief of even efficiënt en zal ook een columnaris ziekte gaan beperken. aankaarten, is de opgezwollen buik, buikwaterzucht, dat soort dingen. Inclusief zweren. Buikwaterzucht wordt heel vaak verkeerdelijk gediagnoseerd. Het is heel vaak zo, als een vis in buik wat dikker zit, dat men automatisch de link gaat leggen naar buikwaterzucht. Dat is zeker en vast niet het geval. Buikwaterzucht kan je vooral gaan herkennen door de denappelvormige Buik, als het ware. De schubben gaan echt openstaan en jouw vis zal er van bovenaf gezien uitzien als een denappel. Buikwaterzucht komt bijvoorbeeld bij sluierstaarten vrij vaak voor. En om heel eerlijk te zijn, had ik zelf al ergens de link gelegd en ook een aantal mensen daarover aangesproken over de link die ik legde. Maar door even te gaan kijken in mijn heilige bijbel der visziektes zijnde, namelijk... En ik denk dat iedereen weet welke dat ik nu ga tonen. De nieuwe wegwijs in visziektes bevestigt eigenlijk mijn verhaal dat daar meer dan één ding aan de hand is. Het is een bacteriële infectie, of het kan een bacteriële infectie zijn, namelijk de aeromonas, aeromonas hydro. Het kan wel degelijk een bacteriële infectie zijn, namelijk de aeromonas hydrophilia, maar niet alleen dat gaan we gaan aankaarten op het ogenblik dat we dat eventueel willen gaan behandelen. Als jouw vis er dus uitziet als een dennappel, dan zou het heel goed kunnen zijn dat jouw vis last heeft van buikwaterzucht. Hoe gaan we nu buikwaterzucht gaan verhelpen, gaan behandelen? Vrij eenvoudig, door twee producten, voornamelijk twee producten die wij kunnen krijgen, namelijk oxytetracycline, of kortweg OTC. Die kunnen we gaan vinden vooral via een dierenarts. En het mag zelfs een dierenarts zijn die gespecialiseerd is in V. Het wordt bijvoorbeeld heel vaak gebruikt bij varkens. Dus als je een dierenarts hebt die iets kent van V, dan zal je ongetwijfeld wel oxytetracycline kunnen krijgen. Er zijn voldoende kanalen om het onofficieel te krijgen, maar ook daar geef ik nogmaals de opmerking: ik ga zeker alvast gaan kijken naar de disclaimer die ik zelf heb gemaakt als het gaat over het behandelen van vestiktes. Een link naar die disclaimer kan je hieronder vinden in de beschrijving. Het is namelijk zo dat ik daar heel duidelijk zeg dat ik niet verantwoordelijk ben voor een bepaald product wat jij gebruikt. Iedereen moet zelf zijn eigen wetgeving in zijn eigen land gaan bekijken. En correct handelen naar zijn eigen wetgeving. Dit gezegd zijnde, oxytetracycline of kortweg OTC kan je eventueel via een dierenarts krijgen en zou buikwaterzucht kunnen gaan verhelpen als we er heel snel bij zijn. Een ander product is alweer die niferpirinol, namelijk serabactopiodirect is ook weer een product dat we kunnen gaan gebruiken om dat te gaan oplossen, om die buikwaterzucht te gaan verhelpen. Hopelijks, als we er snel genoeg bij zijn. Daarbovenop, volgens mijn Heilige Bijbel, staat er: En ik citeer. Bij buikwaterzucht is het aan te raden tegelijkertijd zout 2 tot 5 gram per liter afhankelijk van de vissoort toe te dienen. Dit aangezien het ook ergens een invloed zou hebben met de osmotische regulatie. Dit bevestigt mijn stelling, wat ik een tijdje geleden gedaan heb tegenover mensen die heel veel kennen over sluierstaarten. Ik had toen al gezegd: ik vermoed dat het er ergens ook wel iets mee te maken heeft. En nu, naar aanleiding van de voorbereiding van deze video, kom ik tot de vaststelling dat ik niet de enige ben die denkt dat dat ergens zou kunnen een of ander positief effect hebben om het genezingsproces van buikwaterzucht te gaan verbeteren. Die ik zeker en vast wil aankaarten is Ves, -MB. VES Mycobacterium. Ik zal het gewoon kortweg VisMB gaan noemen. Zoals daarnet al gezegd, heb ik bij onder de Patreons een van de premium aquariumleden recent, gisteren, op het ogenblik van het opnemen van deze video natuurlijk, een Patreon gehad die blijkbaar volgens diagnose zelfs. Het vis Mycobacterium heeft betrapt een zoonose. Dus een mens die een ziekte krijgt naar aanleiding van een bacterie die bij onze vissen zit. Dit kan gaan gebeuren bij een gewoon, normaal onderhoud wanneer je een wondje hebt, bijvoorbeeld in jouw handen. Ik heb lang getwijfeld, maar ik zal er ook een aparte video over maken. Maar deze zal pas echt volledig op het eind van deze hele reeks komen. De premium aquariumleden hebben reeds tijdens een livestream een gans. Discours daarover kunnen volgen, wat ik erover denk, wat ik erover denk over hoe je het kan voorkomen en dergelijke meer. Desalniettemin vind ik het wel heel belangrijk dat iedereen eigenlijk die informatie krijgt. En daarom ook zal ik op het eind van deze, van deze reeks, en dat zal wel nog een twaalftal weken duren tegen dat deze reeks volledig ten einde is, ik zal er ook nog een video over maken zodat iedereen op de hoogte gebracht wordt van zonloses. Maar goed, Vis Mycobacterium. mycobacterium Marinum of Mycobacterium fortuitum. Deze beide mycobacteriums kunnen ervoor zorgen dat onze vis, vis MB krijgt om het kort te gaan zeggen. Een hele belangrijke in deze is we krijgen het heel vaak mee met diepvriesvoer. Let dus op de kwaliteit van jouw diepvriesvoer. Vis MB, de bacteriën, Mycobacterium marinum bijvoorbeeld zal niet gedood worden door bevriezing. Met andere woorden, die bacteriën blijven gewoon verder leven in ons diepvriesvoer en kunnen dus onze vissen gaan besmetten op het ogenblik dat wij besmet diepvriesvoer gaan geven aan onze vissen. Het is dus uiterst belangrijk om goed kwalitatief diepvriesvoer te gaan geven aan onze vissen. Of het gewoon niet te gaan doen en enkel te gaan werken met droogvoer. Dat kan ook. Een vis kan prima zonder diepvriesvoer en enkel op droogvoer gaan overleven. Symptomen van vis MB zouden kunnen zijn onze vissen worden lusteloos, gaan op de bodem gaan liggen, eten, minderen, gaan, eten minder, gaan vermageren en dergelijke meer. Wanneer je dus merkt dat jouw vis... Ja, als het ware lui lethargisch wordt, dan zou het misschien kunnen zijn, maar dit is absoluut geen diagnose, zou het misschien kunnen zijn dat jouw vis last heeft van VSMB. Maar ook een snellere ademhaling, het uitrafelen van de vennen, donker verkleuren van jouw vissen, zouden kunnen symptomen zijn van VSMB. En nu komt het meest lastige aan het ganse VMB verhaal. We hebben twee soorten bacteriën, hoofdzakelijk twee soorten bacteriën. Gram-positieve, gram-negatieve bacteriën. De meeste van onze VES-ziektes kunnen we gaan behandelen door een behandeling op te starten tegen gram-negatieve bacteriën. VES-MB-achter is een gram-positieve bacterie. Dit wil zeggen dat we totaal andere medicatie gaan moeten gebruiken dan wat we standaard hebben. Dus jouw standaard serabactopuur direct Nifurpirinol zal in dit geval hoogstwaarschijnlijk niet gaan werken. De medicijnen die daar wel iets zouden kunnen aan verhelpen zijn kanamycine, streptomycine en tetracycline. Deze drie zullen enkel kunnen verkregen worden op voorschrift op recept van een dierenarts. Als je dus vermoedt dat je B hebt, dan ga je echt wel moeten een visje meenemen naar jouw dierenarts, alles laten onderzoeken en zorgen dat je recept hebt voor een van deze drie medicijnen. Als het vesmb zou zijn. Het zal jou dus op dat ogenblik wel wat geld kosten, maar het is ook meer dan de moeite om erachter te gaan lopen. Vrouwelijke vissen zullen vesmb meenemen in hun genomen en hun vrouwelijke geslachtsdelen en op die manier eigenlijk gaan overerven naar hun jongen of hun ganse geslachtsfunctie zal volledig stelvallen en opgeteerd worden door bacteriën. Het is dus een garantie als je ves-MB hebt dat je flink in de problemen komt, dus het is zeker aan vast de moeite om een goede, degelijke dierenarts op dat ogenblik te gaan contacteren om dit probleem te gaan oplossen. Extra groot gevaar, Nocardia bijvoorbeeld is een bacterie die heel erg lijkt op ves-MB, op Mycobacterium marinum bijvoorbeeld. Het is eveneens graanpositief en het kan dus verkeerd gediagnoseerd worden nog een tweede verwittiging. Zoals daarnet al gezegd, je kan het overdragen op de mens. En het... Ik weet niet of het pijnlijk is, ik heb het gelukkig... Ik heb het al ooit eens ervaren in een heel lichte vorm. Ik weet niet of het pijnlijk is, maar ik denk dat je het misschien wel liever niet hebt dat je het zelf ook gaat betrappen. Hoef je nu zwaar in de paniek te schieten? Nee, absoluut niet. Je hoeft niet bang te worden nu van jouw aquarium, omdat je eventueel misschien zou kunnen vis en overpakken. Maar als je wondjes hebt, wees extra voorzichtig. Ga je handen wat extra gaan wassen voor en na een actie in jouw aquarium. Dat is een van de mogelijkheden of trek handschoenen aan. Nog een andere gram positieve, helaas, omdat ze dan net iets moeilijker te behandelen zijn met de. Antibiotica die wij zelf kunnen verkrijgen, is streptokokken. Ziektebeeld, bloedingen vooral. Ik ga er niet lang bij stellen staan, omdat ik ze zelf eigenlijk nog niet vaak heb gezien bij vissen in de afgelopen 30 jaar. Dus ik vermoed, en ik hoop dat mijn vermoeden correct is, dat streptokokken niet zo heel vaak voorvallen bij aquariumvissen. En staartrot. Heel typerend, uiteraard. Het, het woord zegt het zelf. Onze ganse staart gaat wegrotten. Onze ganse vinnen gaan wegrotten. Heel vaak komt dat ofwel door agressie, verkeerde handeling naar jouw vissen toe. Dus eigenlijk meer gebruikersfouten op dat ogenblik, behalve misschien agressie. Die is voor discussie vatbaar we het gemakkelijk gaan oplossen als we redelijk snel ingrijpen en correct ingrijpen kunnen we eigenlijk vin en staartrot vrij eenvoudig gaan oplossen we kunnen het vrij eenvoudig gaan behandelen door een correcte antibiotica kuur te gaan opstarten wat heel veel mensen niet weten dus ik heb er nu de belangrijkste op genoemd, maar er zijn er uiteraard heel veel meer verschillende soorten en hou jullie vast een van die andere soorten die je eventueel zou kunnen hebben in jouw aquarium is niets meer dan chlamydia. Een geslachtsziekte bij mensen en die kunnen wij dus ook in ons aquarium gaan hebben. Het is dus heel belangrijk dat we gaan zorgen dat onze bacteriedruk, de kans op bacteriële infecties, zo laag mogelijk blijft in ons aquarium. Hoe kunnen we dit gaan doen? Goede verzorging, vers kwalitatief water, goed kwalitatief voer, liefst droog voer, want we hebben daaruit geleerd dat diepvriesvoer zou kunnen leiden tot VSMB. En zo weinig mogelijk stress. Daarnaast is een hele handige factor een UV, UVC-lamp. Wil je meer info daarover, de link verschijnt hierboven in beeld en zal ook hieronder in de beschrijving staan. Een UVC-lamp zal ervoor zorgen dat de bacteriedruk in ons aquarium zo laag mogelijk is. Nu even in het Nederlands vertaald voor mensen die misschien nu niet begrijpen wat ik bedoel. Het komt er concreet op neer. Een UV-lamp zal water door UV-licht laten stromen. Alles wat aan dat UV-licht passeert van bacteriën en parasieten zal gedood worden. Eigenlijk is het dus zo dat ons water op vlak van bacteriën en parasieten zo goed als steriel wordt. Is dat een nadeel voor onze vissen? Nee, dat is een gigantisch voordeel voor onze vissen. En nee, het fabeltje klopt niet dat onze vissen daardoor steriel zouden worden en tegen niks meer zouden kunnen. Het enige wat we op dat ogenblik doen is zorgen dat er zo weinig mogelijk bacteriën in ons water aanwezig zijn. Bij gevolg, zo weinig mogelijk bacteriën op onze vissen zullen aanwezig zijn. Bij gevolg zullen onze vissen heel veel energie over hebben om hun... Eigen immuniteitssysteem te gaan opkrijgen om zelf heel sterk en kloek te gaan staan. Vermijd zoveel als mogelijk bacteriën in jouw aquarium en dat kan je dus bijvoorbeeld gaan doen door te zorgen voor goed vers kwalitatief water, verse droogvoeding, UVC-lamp en zo weinig mogelijk stress. Ik weet het dat dit geen eenvoudige video was, bacteriën is iets wat vrij moeilijke materie is. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het een beetje begrijpbaar te houden en niet te veel in detail te gaan. Maar een lang verhaal kort gemaakt, een bacteriële infectie kan je gaan merken aan... Een gans racem aan factoren. Geknepen vinnen, uitpuilende ogen, onze vis die dik zit, vinrot, staartrot, bleke vlekken, rode vlekken, bleke vlekken omrand met rood, het wegrotten van onze vis. Dus heel veel verschillende factoren die zouden kunnen wijzen op een bacteriële infectie. Hoe kan je ze voorkomen? Goed kwalitatief voer, vers kwalitatief water. UVC-lamp, zo weinig mogelijk stress. Wat kan je er uiteindelijk tegen doen? Gaan behandelen met een antibioticum, maar dat antibioticum is volledig afhankelijk van welke bacteriële infectie wij hebben. Het zij de gram negatieve, bijvoorbeeld wat alles wat kan behandeld worden met nifurpirinol, direct, of de gram positieve die je over het algemeen zou kunnen gaan behandelen met streptomycine, tetracycline en bijvoorbeeld oxytetracycline. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je er iets aan had. Ik wens jullie nog een fantastische dag toe en ik hoop dat de volgende video iets luchtiger zal worden. We gaan het nog hebben, heel specifiek, over één onderdeel van de bacteriële infecties. En vanaf daar gaan we starten met de parasieten. En de parasieten zijn een stuk. Eenvoudiger is misschien veel gezegd, maar een stuk eenvoudiger. Ik wens jullie nog een fijne dag toe. Dag.